Haagse station Hollandspoor heeft een nieuwe toegang. De achterkant is open, waardoor reizigers vanuit het Laakkwartier makkelijk naar het station toe kunnen. Waarom was dat nodig? Ja, vroeger was dit echt een achterkant. Het was nou eigenlijk naar nergens. Toen zijn we hier in Laakkwartier gaan bouwen aan de Haagse Hogeschool, aan de kantoren. Dus dit gebied Laak heeft zich ontzettend ontwikkeld en verdiende dus ook echt een echte ingang. Nou, die hebben we nu gemaakt. En wat hier gerealiseerd is, is een doorgang waarbij je echt doorheen kunt. Dus niet meer een doorgang die stopte, want dat was het geval. En we hebben hier een prachtige nieuwe fietsstallen gebouwd, waar 2500 fietsen gestald kunnen worden. Het monumentale station Hollandspoor was niet meer berekend op het aantal van 40.000 reizigers per dag. Zeker niet als 1/3 van hen in Laakkwartier moet zijn. Je gaat veel sneller naar de perrons toe. Daaromheen zijn ook weer heel veel winkels gebouwd, waardoor het reizen ook nog veel prettiger is geworden. Ja, er staan nog wel een aantal winkelpanden leeg, geloof ik, hè? Ja, de tunnel is vandaag net geopend. Je ziet dus dat het gebied moet zich nog snel gaan ontwikkelen. De nieuwe fietsenstalling die er is, staat ook nog eigenlijk leeg. Maar we komen zo snel mogelijk, de winkels worden hier gevuld. En dan wordt het toch een bruisend nieuwe stationsentree. Ja, handig. Ja? Dus, je hoeft niet meer om te lopen naar de andere kant. Ja. Ja, het scheelt wel in tijd. Ja. En voor mij is het dichterbij om naar huis te gaan. Wat betekent dat voor de totale mobiliteit van het spoor? Nou, het is heel belangrijk voor Nederland dat mobiliteit per spoor, dat zie je gewoon groeien. En wat daarin ook belangrijk is, is de voor- en nareis. Want het houdt niet op en het begint niet bij een station. Mensen gaan daarna ook nog naar allerlei plekken. En daar is zo'n fietsenstalling gewoon heel belangrijk in, omdat de combinatie fietsspoor blijkbaar een hele aantrekkelijke is. Dat vinden reizigers en dat vinden wij ook. Toch hebben de gemeente, ProRail en NS besloten om de directe toegang vanuit de fietstunnel naar de perrons af te sluiten. Reizigers worden zo gedwongen om langs de nieuwe winkelpanden naar de perrons te gaan. Zeggen jullie waar we hier door die tunnel naar de perron toe gaan? Ja, klopt. Ja? Kan niet. Oh, niet? Nou. Oh, dat is een beetje jammer. Dat is erg onhandig. Nou, die opgangen worden nu wel afgesloten, omdat dat eigenlijk smalle opgangen waren waar je ook niet met poortjes kon werken. Nou, we weten allemaal dat op de stations de poortjes dichtgaan, dan wil je geen opstoppingen. En juist door zo'n nieuwe stationsingang te maken, heel breed, heel vriendelijk, kan je die reizigersstromen veel beter tegemoet gaan. Dat heeft ook met financiën te maken en we hebben dat met de gemeente en de NS en ProRail hebben daar gezamenlijk een overeenkomst over gesloten. Het schijnt dat hier nu ook daar een opening is. Oh, dat is wel tof, ja. Oh, nice. Maar het is wel omlopen, dus het is wel omlopen, maar dan mag ik even, we kunnen wel weer trekken. Ja, dankjewel.